Volgende week woensdag is het zover. Provinciale verkiezingen en de verkiezingen van de waterschappen. Bij mij aan tafel vanavond Kees Stam van de Partij van de Arbeid, Rob Veeman van Groen Water en Land en Frits Brouwer van CDA. Het is redelijk onbekend. Mensen betalen daar geld voor die waterschappen, om droge voeten te houden. En daarmee houdt ruwweg de kennis bij de meeste mensen op. Vanavond aan jullie de taak en de uitdaging om het eens even goed te duiden en om mensen uit te leggen waarom ze moeten gaan stemmen en wat jullie straks met die stem gaan doen. Ik begin bij u, Kees Stam. De waterschapsverkiezingen waren voorheen toebedeeld aan alleen de landeigenaren. Dus de boeren stemden voor hun eigen waterbeheer. Dat hebben we in de jaren 90 hebben we dat veranderd. En dan moesten de stedelingen ook belasting gaan betalen. En daarmee kregen ze ook stemrecht. Er is wel zo'n onderzoek gedaan naar hoe mensen naar het waterschap kijken. En dan zie je dat ze over het algemeen heel tevreden zijn. Dus mensen voelen geen drive om op een gegeven moment zich ermee te bemoeien. Omdat ze er bijna vanuit gaan dat het waterschap zijn werk wel goed doet. Nou, wat dat betreft is natuurlijk hier in deze regio heel veel gebeurd afgelopen jaar. Zodat mensen toch weer zien wat het nut is van het waterschap. We hebben de regenbuien gehad, de wateroverlast van 28 juli en van 22 augustus. Nou, toen zag je heel nadrukkelijk dat het watersysteem toch met dit soort heel heftige buien problematisch kan zijn. Dat we er heel veel aandacht aan moeten besteden. En nou, dat doen we ook. Dus je ziet ook dat mensen daar weer dus toch wat meer getriggerd worden om zich ermee bezig te houden. Oké. Okay. Meneer Brouwer, u bent nieuw in de arena. U heeft zich verkiesbaar gesteld. Hoe legt u aan vrienden en familie uit wat het belang is van die waterschappen? Nou, het gaat toch ook om belangrijke besluiten. Hè? Je vraagt je af, accepteer ik dat er, hè, Rob zei het net, water in de straat blijft staan? Wil je misschien meer duurzame oplossingen voor het waterbeheer of voor de rioolwaterzuiveringen? Hoe hoog wil je de dijken eigenlijk hebben? Hoe veilig wil je het hebben? Accepteer je wel of niet belastingverhoging? Nou, dat zijn vragen. Die kan je niet alleen aan ambtenaren stellen, daar moeten besturen voor worden gekozen, politici die daarvoor worden gekozen, zoals wij, en ik ben dan kandidaat voor het CDA. Zijn er nou concrete projecten voor onze regio waar u op in zou kunnen zoomen? Wat gebeurt er op dit moment om het water onder controle te houden? Nou, ik vond zeg maar de bui van 28 juli, vond ik, het was een eens in de 500 of eens in de 1000 jaar dat hij eens een keer voorkomt, vond ik dat het systeem het geweldig kon oplossen. Ja. En dat de waterberging bij Marquette geweldig heeft gewerkt. Daarnaast hebben we, wat ik belangrijk vind voor de Partij van de Arbeid, waar ik naar kijk, is het koppelen van stedelijke recreatiebelangen en natuurbelangen aan waterveiligheid. Zo hebben wij ook bij Heemskerk de afgelopen jaren ongeveer 2 miljoen kuub zand in de voorhoeven laten liggen. Dat krijg je. Als je erom vraagt, is er niet om vraagt, krijg je het niet. Hoe is nou de situatie? Hoe veilig is onze regio? Best wel heel veilig. Alleen het probleem is dat de situatie natuurlijk redelijk verandert. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en klimaat verandert. En ik zeg, we hebben tegenwoordig veel meer clusterbuien. Zodat je op een gegeven moment toch je watersysteem erop moet aanpassen. Maar als je kijkt naar ons hele gebied, het Hoogheemerschap, Hollands Noorderkwartier, loopt vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. Dat is natuurlijk best wel een redelijk groot gebied. We zijn een van de grootste waterschappen in Nederland. Maar het is natuurlijk ook heel divers. In het Veenweidegebied, in Waterland, is de waterhuishouding volslagen anders dan hier in Heemskerk in de Binnenduinland. En ik roep altijd, je hebt helemaal geen christendemocratische dijken of socialistische dijken of liberale dijken. Je hebt alleen maar dijken die stevig zijn en op hoogte zijn. Ja. Dus eigenlijk speelt de landelijke politiek, waar we dus nu door ondergesneeuwd worden, helemaal geen rol. We zijn een behoorlijk praktische organisatie. En dat moet je ook op een hele praktische manier oplossen. Ideologische verschillen hebben 0,0 te maken met het werk van het waterschap. We zijn gewoon een hele praktische uitvoerende organisatie. Ja, 0,0 is echt te weinig. Nou ja, en 0,1 dan. Nou wil ik even onderbreken, want het is natuurlijk wel interessant dat we die algemeenheid van werkzaamheden en belang schetsen. Maar straks wil ik natuurlijk toch op die politieke verschillen. Ja. En waarom we juist op u of op u of op u moeten gaan stemmen. Maar ik wil nog even bij die werkzaamheden houden en de bedragen die ermee gemoeid zijn. Want mensen hebben dus vaak geen idee. We betalen allemaal een paar honderd euro belasting aan het waterschap. Ja. Maar wat ermee gebeurt en wat de inhoud is en de noodzaak daarvan. Hoeveel geld wordt er nou per jaar uitgegeven? Nou, er wordt per jaar ongeveer 240 miljoen uitgegeven door het waterschap. Waarvan
grofweg 1/3 aan de waterzuivering. En de helft aan waterveiligheid. En nog een deel aan het wegenbeheer, wat we ook in andere delen van deze provincies onder ons beheer hebben. Wat is er de komende jaren nodig? Heel veel meer geld? Of lopen we mooi op schema? Is daar zicht op? Nou, we hebben het in Nederland zo geregeld dat we de waterschappen een deel van de kosten van de waterveiligheid betalen. Maar de meeste kosten worden betaald op een, wat wij dan noemen, solidaire manier. Dus iedereen betaalt eraan mee. Uit heel Nederland betalen ze mee aan onze dijken. Van ons reguliere belastinggeld? Van ons reguliere belastinggeld. Okay. Deels vanuit inkomstenbelasting en deels vanuit waterschapsbelasting. Dus de mensen in Limburg betalen ook mee aan de versterking van de Hondsbossche Zeewering bij Petten. Oké, okay, en on top of betalen wij zelf, provinciaal, onze bijdrage. En dat geld wordt ook in onze provincie gebruikt? Ja. Okay. Nu even over de inhoudelijke verschillen, want dat maakt het interessant. We gaan straks kiezen. Waarom moet men op het CDA stemmen, op uw stem, als het gaat om de waterschappen? Nou, op de eerste plaats omdat het CDA van principes uitgaat. Hè. Net zei Rob van dat maakt 0,0 verschil, maar het maakt toch uit hoe je over de samenleving denkt. En het CDA is toch de club van de voetbalvereniging, andere verenigingen, de kerken. Op de inhoud zijn er wat ons betreft twee heel belangrijke punten. Op de eerste plaats zijn we anders dan de heren die tot dusver de coalitie vormen tegen belastingverhoging. De laatste jaren zijn die steeds omhoog gegaan. Het CDA is daar per se tegen. En het tweede is dat wij ook vinden dat er geen extra geld boven de wettelijke normen uitgegeven mag worden aan natuur en milieu. We vinden dat op dit moment wel genoeg daaraan wordt uitgegeven. En we zijn niet bereid om de belastingen daar verder voor te verhogen. Aan u dus ook weer de oproep waarom we dus wij hebben PvdA moeten stemmen. In de afgelopen paar jaar hebben we gekozen voor een stijging van de waterschapslasten. En dat komt omdat de waterschappen meer taken op zijn rug krijgen. We vinden dat het water schoner moet worden. We vinden dat het veiliger moet worden. We vinden dat dat we minder risico moeten lopen. En als je dat vindt, dan moet je daar maatregelen voor nemen. En die maatregelen kosten geld. En als je het bij het oude wil laten, zal het zo blijven zoals het is. Dat vind ik een gedurfde uitspraak. U roept kiezers op te stemmen op uw partij, maar u gaat wel vertellen dat ze meer moeten gaan betalen. Ja, omdat wij ook een betere kwaliteit leveren. Geldt dat ook voor u, meneer Veeman? Ga ik bij u ook meer betalen? We zijn enigszins genoodzaakt om toch een lichte stijging, maar we doen ons uiterst het best om die stijging zo beperkt mogelijk te houden. Gewoon terug even naar het hoofdonderwerp. Je ziet dat het Hoogheemraadschap als waterschap een hele strikte functionele organisatie zijn. Wij mogen helemaal geen geld uitgeven aan natuur, want dan overtreden wij onze reglementen. Wij mogen alleen geld uitgeven aan waterveiligheid, aan watersysteembeheer en aan waterzuivering. Dat zijn onze taken. En daarnaast mogen we geen lokkertjes weggeven richting natuur of richting recreatie. Dat is onze taak niet. Wij moeten onze werkzaamheden zo goed mogelijk doen. Iedere belasting gaat omhoog en er gaat nooit iets omlaag. Of het nou gaat om de WOZ, het Hoogheemraadschap, noem maar op. Ik kan me voorstellen dat mensen willen kiezen. Ik wil kiezen op een partij die ervoor gaat zorgen dat het efficiënter gaat, goedkoper gaat en waardoor ik minder ga betalen. Mag ik een voorbeeld noemen, wat ook in ons verkiezingsprogramma staat? Op dit moment int het waterschap zijn eigen belastingen. We hebben uitgerekend dat als het waterschap daar gaat samenwerken met de gemeente, dus niet zelf in, dan scheelt dat €20 per belasting betalen. Meneer Stam, recreatie op het water is net zo belangrijk als het drinken ervan. Ik schaats veel, net als Jos Nieste. En als het bevroren is, kan je er geweldig op schaatsen en in de zomer moet je erin zwemmen. Wij moeten recreatie op het water faciliteren en dat doen we ook als waterbeheerder. Kan ik het alleen mee eens zijn. Integraal waterbeheer, dus alle functies, dus waterkwaliteit, maar ook schaatsen, kanoën. Ik als belastingbetaler ga wat minder betalen. Boeren, chemie, et cetera. De vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt nu al, maar ze mogen best nog eens een tandje meer betalen. Helemaal mee eens, maar geldt voor iedereen, voor bedrijven en voor particulieren. Is zo, maar ik heb al eerder gezegd, wij gaan niet voor lastenverhoging. Als je de rioolzuiveringsinstallaties slimmer maakt, meer innovatie daarin, kan het tarief hetzelfde blijven en toch schoner worden. Noord-Holland houdt droge voeten de komende 10 jaar. Daar heb ik de afgelopen jaren aan gewerkt. Meer zand voor die dijken en betere en stevigere dijken. Ja, niet alleen de komende 10 jaar, de komende 100 jaar.
En daar moeten we heel veel voor doen. Ben ik helemaal eens. Noord-Holland is een badkuip. De grootste badkuip van Nederland. En die moet goed beschermd worden. Mijn aanslag hoogheemraadschap gaat de komende jaren niet extreem meer stijgen. Niet extreem meer. Maar als jij genoeg verdient, zal je me genoeg betalen. Een hele beperkte stijging. En zo beperkt mogelijk. Het CDA is tegen elke stijging van de heffingen. Het besturen van het waterschap kan veel efficiënter. Waterschapsbesturen zijn van oudsher boerenbesturen. Die zijn gewend om geen geld uit te geven. En de waterschapsbesturen zijn het goedkoopste van heel Nederland. Bent u het daarmee eens? Het is efficiënt, maar het moet nog veel efficiënter en dat kan ook. Zitten ze niet in te dure gebouwen, vindt u? Nee, er zijn een heleboel gebouwen afgestoten. Dus ik ben het helemaal eens met mijn collega. Dus is veel gedaan, maar er kan nog best wat efficiënter gewerkt worden. Dus wat moet iedereen 18 maart gaan doen? Iedereen moet gaan stemmen, zodat zij voor hun eigen belang opkomen. Dus de stedelingen moeten gaan stemmen om hun belangen zeker te stellen. Meneer Veyman? Het Hoogheemraadschap geeft 200 miljoen aan belastingcenten op. Dat zijn de belastingcenten van iedere burger. Daarom moeten ze gewoon gaan stemmen om invloed te hebben op hoe die 200 miljoen wordt uitgegeven. Meneer Brouwer? En Waterland zorgt ervoor dat het zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. Het gaat inderdaad om heel veel geld. En we willen de badkuip in Noord-Holland veilig houden. En het is belangrijk dat de mensen daar zelf over mee besluiten. En zeggen wat ze daarvan verwachten. Dus ga stemmen.